Je nieuwe nummer loopt heel goed. Ja, die loopt heel goed. Die stond op nummer 6 in de Nederlandstalige top 30. Dat, die wordt goed gedraaid bij jullie ook in Radio NL. Dus dat is heel fijn. Ik schrijf zelf teksten. En samen met Hans van Vondelen maken we de muziek. En Peter van Wijn, die ook muziek maakt voor mij. Eigenlijk een soort groepsverband. Is het nou moeilijk om je eigen nummers te schrijven? Het gaat niet vanzelf, zeg maar. Omdat ik daar best wel nieuw in ben. Maar op een gegeven moment krijg je zoveel inspiratie. En dan komt het eigenlijk van de komende woorden vanzelf. Ik speel ook nog veel in theater. Ik ben naast zanger ook acteur. En ik ben vanaf dit seizoen te zien in de musical De Jantjes. En daarin speel ik de rol van Schele Manus. Dus dan ga je denk ik ook heel het land door met musical, of niet? Dat klopt, ja. 130 voorstellingen van Stadskanaal tot Terneuzen eigenlijk. Wat is nou het grote verschil als je een nummer zingt voor musical of voor een live publiek? Gek genoeg zit er niet zo heel veel verschil eigenlijk in wat mij betreft. Je moet bij allebei gewoon een tekst overbrengen. Het enige verschil is dat in een musical doe je het in een rol, in een karakter. Dus kan je het met hele andere gevoelens kan je het zingen. En op een bühne voor een gewoon publiek is het als jezelf. En dat is het grote verschil. Ik vind juist de afwisseling, die vind ik heel erg leuk. Juist en theater en los optreden en muziek maken. Maar als ik een voorkeur mag, dan is het zeker wel als solo-artiest optreden. Stel dat mensen jouw nieuwe single willen kopen, waar moeten ze dan heen? Via iTunes is die te koop en de reguliere download sites ook. En even jobbovenlander.nl, mijn eigen website.